Ik ben Josie Meijer, ik ben bestuurder bij Abfacabo FNV en daar van daaruit verantwoordelijk voor de SW en alle andere vormen van gesubsidieerde arbeid. En een applaus voor Josie. Jo, kijk, daar heb je Jo al. Jo, die komt vanuit de zaal, dus die is hier nu gearriveerd. Jo, wil jij je ook even voorstellen? Jo Vaassen, voorzitter, sectorbestuur, sociale wijkvoorziening en overgesubsidieerde arbeid bij Abfacabo. Dankjewel. En last but not least, Jan Braam. Jan, wil jij je ook even voorstellen? Zeker, ik ben Jan Braam, woon in Den Haag. Ik ben vicevoorzitter van de sectorbestuur Abfacabo. En armoede werkt? Nee! Armoede werkt? Nee! Armoede werkt? Nee! Zo, kijk, dat is volgens mij hartstikke duidelijk. Ronnie. Mag ik even bij jou beginnen? Jij werkt in de groenvoorziening vanuit de sociale werkvoorzieningen. Hoe lang doe je dat al en vind je het leuk? Ik doe dat ongeveer 6 jaar. Het is een beetje mijn hobby, dus ja. Yeah. En waarom is dit werk zo belangrijk voor je? Het geeft structuur en het is een hele fijne baan op zich. Ik kan gewoon mijn werk doen. Met mijn eigen beperkingen, zeg maar, ik ben wat langzamer en wat meer begeleiding nodig bij dingen. Dus, het werkt heel goed voor mij. En kan jij niet gewoon bij een gewone werkgever aan de slag? Zoals het kabinet eigenlijk wil? Ik had bij een tuincentrum geprobeerd, maar die man zei van ja, helaas. Er komt echt niet te veel begeleiding nodig, te langzaam, dus dat werkt gewoon echt niet. En hoe lang heb je erover gedaan voordat je deze baan had? Die man heeft me op een gegeven moment met de directeur van school ontslagen, maar ik een BPA opleiding aan het tuincentrum. Heeft hij mij ontslagen en toen. Ben ik bij hem teruggegaan een maand later om mijn kleding in te leveren. Want toen zei hij van ja, misschien moet je een test doen bij het CBI voor de sociale werkers. Dat heb ik gedaan en toen ben ik een half jaar later zo in dienst gekomen bij de SW, die uitkering. En dat zeg ik nog steeds. En wat zou het betekenen als die plannen doorgaan en jij bijvoorbeeld niet meer in die sociale werkvoorziening terecht kan? Dan kom je via een buitenstapje voor de werkbescherming en dan dan denk ik dat ik thuis kom zitten, want niemand zal me willen. Dat weet ik nu al. En wat vind je daarvan? Ja, vreselijk. Heel erg vreselijk, want dat gaat helemaal fout. En wat zou vandaag jouw boodschap aan het kabinet zijn? Ja, luister maar eens naar de SP. Dat. Dankjewel, Ronnie. Dan wil ik even naar Ina. Ina, jij bent begeleidster. Hè? Kun je daar wat meer over vertellen, wat je doet? Ja, het is misschien een beetje vreemd, maar ik zorg ervoor dat mensen die een advies krijgen voor begeleid werken, dat zij een baan extern krijgen op de CAO van de externe werkgever. En dat doen we op heel veel verschillende manieren, maar we proberen linksom en rechtsom mensen aan een goede werkplek te zoeken waar ze betaald worden, aan een gewoon CAO-loon. Of dat nou van metaal is, of nou van hout, of noem je nog van de motor, wat dan ook, en ook van een goede SW. Daar strijd ik voor. En waarom is die begeleiding zo belangrijk? Geen begeleiding, geen subsidie, geen opleiding, geen werk. Kijk, dat is volgens mij heel belangrijk. En wat denk jij dan als je de kabinetsplannen zo hoort om 700 miljoen in die werkvoorziening en sociale werkvoorziening en ook nog eens 200 tot 300 miljoen in begeleiding te schrappen? Wat zal dat voor gevolgen? Wat betekent dat voor de mensen? Wat betekent dat? Dat is voor iedereen, ik wil zeggen, wanneer mensen momenteel een indicatie krijgen, dan krijgen ze dat niet voor een zweetvoet. Dan is er echt wat aan de hand. En deze mensen kunnen gewoon geen goede werkplek zonder begeleiding krijgen. Dat werkt gewoon niet. Dankjewel, Ronnie. Dan wil ik natuurlijk mag jij nog iets zeggen. Wij hebben ook nog mensen in detachering. En die meeste mensen, alle mensen die ook intern bij ons instromen, die hebben recht op een goede CAO. En geen gezeur dat mensen gewoon, wanneer ze gaan werken, niet een uurloon krijgen, maar gewoon een afgeleide van. En daarna weer naar de bijstand. Ik kan dat niet. Verdienen onder het minimumloon? No way! Laat die minister zelf maar eens werken voor onder dat minimumloon. Dat wil toch niemand? Jo, het is ook een hele mooie naam, hè? Jo,
Jij zit al heel lang bij die sociale werkvoorziening. Kun jij een beetje vertellen, want het lijkt alsof iedereen maar in die sociale werkvoorziening terecht kan, alsof het allemaal zo gemakkelijk is. En alsof wij inderdaad die mensen daar houden. Hoe is dat nou gegaan de afgelopen jaren? Inkrekken, sturen en dat iedereen daar levenslang kan blijven zitten? Dat is dus niet zo. In het begin was het zo dat inderdaad de sociale werkvoorziening gezien werd als een oplossing ook van economische problemen in regio's. Met name Zuid-Limburg, Groningen, Twente is dat aan de orde geweest, maar dat is al lang niet meer zo. Want we hebben een drietal keren meegemaakt dat de integratiestelling aangescherpt is. En ik zeg altijd, je moet bijna nu op sterven liggen, wil je nog in de sociale wijkvoorziening binnen kunnen komen. Dus met een volstrekte onzin dat we elkaar voor maken. Wat betekenen of zullen deze nieuwe plannen, als ze doorgaan natuurlijk, we gaan alles doen om dat tegen te houden. Wat zou dat betekenen dan voor de sociale werkvoorziening, voor de bedrijven, voor de mensen die in de bedrijven werken? Katastrofaal. Heel simpel, we hebben al die infrastructuur nodig voor leerwerkervaringsplekken, om mensen via die leerwerkervaringsplekken te ontwikkelen. De laatste jaren zaten we op de goede weg, dat we van productiebedrijven bezig waren de bedrijven om te vormen naar ontwikkelbedrijven om mensen te ontwikkelen. Daar zijn die leerwerkervaringsplekken voor nodig. En feitelijk kijkt de buitenwereld, de buitenland, kijkt met enorm veel jaloezie naar datgene wat we hier hadden opgebouwd. Ik stel vast, als dit doorgaat, dat die hele infrastructuur om zeep geholpen wordt. Gemeentes kunnen al die miljoenen die bij de bedrijven aan tekorten gaan ontstaan, kunnen ze niet opbrengen omdat ze zelf al aanzienlijk gekort worden. En dat betekent dat eerst mensen naar een WW toe moeten. Dat betekent dat het verplaatst wordt, in cosmetische zin, het bedrag wat opgehoest moet worden. En na enkele jaren komen ze uiteindelijk weer bij de wetwerken bijstand terecht. Dat is een land onwaardig. Dat is asociaal. We zijn een beetje de achtergevlucht, lijkt het wel, toch? Rosalien, jij werkt bij Panther, zei je al, in Amsterdam. Wat voor werk doe je en hoe lang doe je dat al? Ruim 2 jaar. En ik werk op de afdeling Handel en Industrie. Dat is een afdeling waar het meest koud is. We willen mensen niet graag werken. Omdat en jij? En jij? Het leuk. Het leuk, oké. Okay. En waarom zit je op de sociale werkplaats in Amsterdam in plaats van gewoon bij de gewone slagerij of wat dan ook, een regulier bedrijf? Omdat ik weinig kansen maak wegens mijn situatie. Wat heb je? 7 jaar geleden heb ik een anemie opgelopen en dat is dus een lage bloedcirculatie. Ik moet leren leven 24 uur per dag met duizeligheid. Ik kan wegraken van de ene moment op de ander. Meestal als ik dus naar huis ga, val ik van de ene moment op de ander in slaap, in de bus of tram, ben ik zo in 1 keer weg. En daarom mag ik dus niet langer dan 1 uur werken, want na 1 heb ik het meest probleem ermee. En op de sociale werkplaats, daar wordt dus rekenschap gehouden met mijn situatie. Zodra ik dus voel dat ik wegraak, dan kan ik mijn werkgever doorgeven van, John, ik moet even wat gaan drinken of even wat eten. En daar wordt rekenschap mee gehouden. En ze kijken ook altijd hoe ik mij voel. Het is niet een werkgever die zegt van, ja, hè, je mankeert wat, ga maar naar huis of blijf weg. Het is een werkgever die ik heb die mij stimuleert om toch door te gaan in het leven. En heb je dat nou niet ook? Maar je zou toch zeggen, kan een andere werkgever buiten de sociale werkvoorziening daar dan ook allemaal niet rekening mee houden? Heb je dat niet geprobeerd? Ik heb 7 jaar geprobeerd en toen na die 7 jaar, toen het niet lukte, werd het op een gegeven moment zo erg voor mij dat dus ik eigenlijk medicijnen niet meer kon slikken, want mijn lichaam die accepteerde de medicijnen niet meer, omdat ik dus in een dip kwam te zitten daarmee. Ik kreeg spontane huilbuitjes en ik zag het helemaal niet meer zitten. Het was voor mij heel
helemaal op. Ik was helemaal op. En toen zei de ziekenhuis, hadden mij onderzocht op alle gebieden en ze konden niks vinden. Toen zeiden ze, je hebt gewoon een burn-out ervan, het is niks meer. Maar toen... Je bent er ziek van geworden en nu? Nu ga ik weer door. Dat is mijn houvast. Als ik dit kwijtraak, de regering moet geen armoede creëren. Want als je deze mensen eruit zet... Zet je deze mensen eruit omdat ze misschien minder gestudeerd zijn of lichamelijk of geestelijk een achterstand hebben, dan zeg je in feite tegen deze mensen, jullie tellen niet mee in de maatschappij. Dankjewel Rosalien. Ieder mens, ongeacht of dat je nou wel of geen beperking hebt, of dat je nou zwart of wit bent, iedereen telt mee. Wij zijn een beschaving en in een beschaving hoort dat je voor iedereen een plek hebt. Zo is dat. En wij gaan geen armoede creëren. Nee, wij willen werk. We willen werk. Wij willen werk. José, jij als... vakbondsbestuurder die zich dag en nacht met de sociale werkvoorziening bezighoudt. Wat vind je nou van deze verhalen en de plannen van het kabinet? Die verhalen die ken ik. Die ken ik als de beste. En die zijn voor en ons als Abfacabo FNV ook leidend in ons verzet en onze kritiek op de kabinetsplannen die nu voorliggen. Die kabinetsplannen die zijn aan de ene kant heel erg vaag. Ze zijn alleen heel erg concreet. Ze zijn vaag in wat allemaal moet, wat er moet gaan gebeuren en welke gevolgen het heeft. Maar ze zijn uitermate helder in wat het moet opleveren. Dus in het eurobedrag is het bijna tot aan achter de komma allemaal al vastgelegd. Maar als je vraagt, ja, maar wat betekent dit nu, wat betekent dat nu, dan is daar moet dan nog heel erg veel over nagedacht worden. Het zijn slechte plannen, het zijn desastreuze plannen. Het is niet alleen, de plannen zijn niet alleen slecht omdat ze de mensen met een arbeidsbeperking op achterstand zetten en onder het wettelijk minimumloon neerzetten. Maar wat ik het hele ontluisterende eigenlijk vind aan deze plannen, en zo heb ik het er ook met onze kaderleden van de bond al over gehad, wat ontluisterend is, is dat er aan de ene kant de suggestie is dat de SW blijft bestaan. En dat iedereen erin kan blijven zitten die er nu in zit. En dat sust, in ieder geval heel veel mensen die er nu in zitten, zou daardoor in slaap gesust kunnen worden. Van nou, goed voor mij is het dan, lijkt het in ieder geval wel geregeld. Maar al die anderen die er nog achteraan komen, daar wordt helemaal niets voor geregeld. En dat is dus eigenlijk, hoe noem je dat? Ja, dat is zo opportunistisch en zo misbruik maken van de situatie. En dan ook nog met de suggestie dat er ten aanzien van die SW... Ja, de suggestie is dat er allemaal niet zoveel verandert. En ik kan u garanderen dat daar van alles in gaat veranderen. Dus... Eigenlijk, José, is dat dan toch vreselijk gemeen en vals? Gemeen en vals, ja. Het is, je kunt het ook politiek handig noemen. Dat vond ik ook wel in eerste instantie. Nou, politiek is het handig om het zo te doen. En het is aan ons als vakbeweging en aan SP en welke andere politieke partij die daar ook maar in tegen wil ageren, om duidelijk te maken wat de concrete effecten zijn van deze bezuinigingsmaatregelen. En wat dat gaat doen met elk individu die nu het geluk heeft om in de SW te zitten. Want dat zo moet ik het bijna toch wel zeggen. Die nu het geluk heeft om in de SW te zitten. En al die anderen die niet dat geluk meer zullen smaken om in de SW terecht te komen. Dus dit is nog maar het begin. Dit is nog maar het begin van ons verzet. Wij gaan door net zo lang als dat die plannen van tafel zijn. Jan, heb jij daar nog wat op te zeggen? Jazeker heb ik daar wat op te zeggen. Want de verkeerde mensen die worden aangepakt.
De bedrijven moeten worden aangepakt. Hoe vaak is het niet tegen die bedrijven gezegd, neem gehandicapten in dienst. En wat is daarvan teruggekomen? Nee! En wat is daarvan teruggekomen? Nee! En daarom moeten deze asociale plannen van tafel. En wij als vakbonden en wij als politieke partijen, die moeten dit tegen.